En met dat ik zeg, ik denk dat het 8:30 is, druk ik dus al op de stream starten knop. Hey, hallo, welkom bij de Eurogamer Benelux livestream. Mijn naam is Sander en die gozer daar, dat is Broes. Hey Broes. Hallo. Hallo. Broes, die komt via cyberspace bij mij op de livestream binnen. Oeh, ik heb een rare kleur. Ja, ja, dat is die rode gloed van je... van je microfoon. En dit is Warhammer Vermintide 2. Broes, weet je nog dat dit de allereerste game is die wij ooit gestreamd hebben? Of in ieder geval deel 1 dan? Ja, klopt. Mooie tijden, jongen. Al een tijdje geleden. Hendrik Buijsen en Robbie Plays Games in de chat. Hallo, hallo, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Broes, yes. Left 4 Dead. Ja. In principe, toch? Nog altijd, maar nu ook met Chaos. Chaos Marines, tenminste, dit komt uit Marines, hè? Ja, nee, Chaos Legion, hoe heet het? Hoe leggen we deze game uit? Warhammer is een fantasy licentie van Games Workshop. Ken je ook van Warhammer en Warhammer 40k. En dit is een first-person actiegame met wat RPG-elementen. En de opzet daarvan is een beetje zoals Left 4 Dead. Je hebt 4 personages maximaal die missies moeten doen van A naar B. Naar het einde van het level. Terwijl je dat doet, verdien je experience. En kun je, ik geloof, nieuwe wapens krijgen, Broes. Nieuwe skills ook. Nieuwe wapens. En die wapens bepalen... welk soort aanval dat je kan doen. Oké. Ja, en er zit nog een beetje een verhaalmodus in deze ook. Ten opzichte van deel 1, naar ik aanneem. Dit is de beta, dus niet alles zit erin. We gaan proberen zoveel mogelijk te laten zien vanavond. Hoe is die, vraagt Robbie. Nou, met mij gaat het hartstikke goed, jongen. Met jou ook goed, Broes? Yep. Mooi. Hey, dit is wel een beetje grauw uit op de stream, zie ik. Ja, ik... Volgens mij het mis, maar ik ben toch al... Ben jij zo'n grauwe jongen? Nou, ik voel me zo. Ja. Oké, goed. Ik zal al een missie kiezen. Dan kunnen we er direct inspringen. Ja, ja, want waar jij nu voor staat, dat is de... Mission Select Board. Oké. En dan worden we met 2 andere spelers normaal gezien meteen in de match gesmeten. Oké. Okay. Ik nog moet accepteren, denk ik. Oh, ja, sorry. Ik was met je grauwigheid bezig. Ja, dus die color correction of zo. Ja, hier kleur. Ja, oh kijk. Kijk eens. Kleur op die jongens bakkers. Zo. Ziet er gelijk een heel stuk gezonder uit. Mijn moeder dat had gezien. Als het zo makkelijk was. Oké, dus nu moet je naar hier komen als het goed is. In deze fancy... Ja, dus in Vermintide 1, daar begon je nog in een mooie taverne. Echt zo'n typische fantasy tavern. Ja. Maar de situatie is een beetje veranderd. En daarvoor dat leer je in de tutorial van deze game. Kortstondige tutorial die een beetje de kernprincipes van de game uitlegt. Ja, je kunt natuurlijk elkaar reviven. Je kunt medpacks met je meedragen. Elke character heeft zo zijn special moves. Nou ja, noem maar op. We gaan gewoon spelen. En ik durf te wedden dat het concept van de game al heel gauw heel duidelijk wordt. Want het spreekt toch wel voor zich, al zeg ik het zelf. Mochten er problemen zijn met het geluid van de game, met het geluid van mij of met het geluid van Broes, laat het me weten. Ik kan het altijd aanpassen en ervoor zorgen dat het allemaal netjes doorkomt. Here we go! Oh mijn god. Het zonnetje schijnt zowaar. Dat was in Vermintide 1 wel anders. Ja, Vermintide 1 was... grauw en donker. Ja. Ik heb al iets meer variatie gezien in deze game. Dat is mooi, want daar ontbrak het toch wel aan in deel 1. Zelfs in dezelfde level. Oh, oké. Okay. Moet niet gekker worden. Oké, dus ik heb gekozen om een shield en zwaard mee te pakken. Ik zal een beetje de tank zijn. Ik heb pret in dit hoge gras. Ik zie bijna geen... Ja, je ziet niks. Ik zie bijna niks als het weg zijn. Geweldig.
zie je ook niet lopen. Ik weet niet waar jij bent. Ah, hier. Ah, je loopt hem. Ja. Hallo, shorty. Ah, daar ben je. Clever girl. Als je vragen hebt over deze game in de chat, laat het ons gerust weten. Bruce en ik zullen onze best doen om het te beantwoorden. Is dit trouwens alleen op PC, Bruce, dat jij weet? PlayStation 4 en Xbox. Nice. One. Nice, nice, nice. Oh. Okay. Oh. Hop, hop, hop. De Gatling, dude. Gatling, een rattling gun. Hij is neer. Hij is neer. Ja, net als in de eerste games en de encounters dat je kreeg, is weer random, dynamic. Deel van de vijand is script en het andere deel is... Hier binnen ligt een health item. Shit. Uh-oh. Ik ben dus nog niet tegengekomen. Ik heb er al een paar keer gespeeld. De eerste keer dat ik het goed naam tegen. Gasrat is in ieder geval dood. Wat is dit, joh? Storm. Dit heb ik in Vermintide 1 nog nooit meegemaakt, in ieder geval. Hij staat op het dak. Ik kan mijn been spakken. En hij is weer van het dak af. Je kunt nog altijd met T enemies taggen dan. Kun je daar ook items mee taggen? Dat je weet. Ja. Oké, ik heb geen kogels meer. Ik zal frontlinen. Pas op, achter u. Oh, 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 oh. Heb je trouwens gelezen wat uw special abilities zijn? Want... Nee. Erik heeft zijn eigen special. Maar dat kunnen we nadat we de missie complete hebben. Ja, ik weet niet precies wat ik heb gedaan, maar het is allemaal zo grijs en grauw als je webcam. Momenteel. Oké, dat doet hij wel. Oef! Oké. Het is wel gelijk chaos, hè? Mei. Ik dacht dat we rustig gingen beginnen, maar... Ja, dat was wel mijn plan, maar... Wacht, hè, ik kan onze health boosten, ik kan het even doen. Voilà. En nu dicht bij mij komt te staan, wordt uw health boost. Oké. Okay. Kunt ook uw aanval opladen, waarom? Ik heb zo het vermoeden dat... op de rug misschien nog wel een zwak punt dat is een daar. Plek. Ja. Oh. Ah, helemaal mountain. Oh, hij gaat iets raar doen. Oeh, nice. En zoals de characters in Left 4 Dead zijn deze characters lekker bij de hand en een beetje met hun eigen persoonlijkheid. Ze praten tussendoor ook regelmatig met elkaar. En zo krijg je een beetje hun onderlinge relatie met elkaar mee. Dus in deel 1 was dat in ieder geval erg leuk gedaan. En die toon wordt ook meteen in de tutorial van deze game doorgezet. Waar zit binnen nu? Ja. Oh, dit is echt een rot plek om te zijn. Oké, ik heb geen kogels meer. Volgens mij is dit gewoon staan. We hebben hem wel bijna, denk ik. Ja, we hebben hem bijna. Hier. Ja! Kom op, hebbers! Oh, man. Ik ben wel bijna dood en ik heb geen healing. Goeie begin. Kom eens naar mij toe, alsjeblieft. Want ik heb hier een drought die ik aan je kan geven. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb zelf ook niet veel, maar jij hebt een schild en ik niet. Ja, ik had helemaal... Was de eerste game ook zo chaotisch? Nou, ik weet niet wat het is, maar... het is aanzienlijk heftiger dan... Ja, dan wat ik tot nu toe... Een heel heftig begin. Nog niet...
Ja, want jij hebt al een paar missies gespeeld. Ja. Die grote vijand waar we nu in één keer tegen vochten met die grote levensbalk, dat zijn we nog niet eerder tegengekomen. Maar ja, er komen wel inderdaad grote hordes vijanden. Oh shit. Ja, ik heb even kom zeg. Hij is wel pittig. Zijn wij een hard mode gejoined of zo? Dit is gewoon normaal de laagste difficulty. De normale. Oei, echt? Recruit? Ja. Gaat toch goed dit? Het ding is, ja, wanneer... Oh, oké. Proberen een zin te maken terwijl ik... Uitdaging, hè? Oké. Ja, dus, thanks. De volgorde super. En welke vijand die je tegenkomt is deels, zoals ik daarnet al zei, willekeurig. Willekeurig, dus. Het kan snel heel fout gaan als dat je tegen zit. Oké, nu even een rustmomentje. De game is in ieder geval, van wat ik me kan herinneren van toen ik hem op mijn vorige PC draaide, was Vermintide 1 niet zo goed geoptimaliseerd als deze game. Deze ziet er beter uit en runt ook beter. Ja. We krijgen veel van die... van deze heren. Ja. Oh shit. Oh, shit. Geen goed begin, hè? Ja, die gozer heeft een beetje een grote bijl. Ja, oké. Okay. Top. Opgepakt. En ook veel belangrijker dan in de eerste game is de loot en de equipment. Oké, okay, hij ligt. Hij ligt, hij ligt, hij ligt. Nou, ik lig ook. Wat is wat zeggen, als je helemaal sterft, dan gaan jullie mij moeten bevrijden. Oh ja. Waar ben jij dood gegaan? Oh, je bent helemaal dood. Ja, ze hebben mij. Maar als je down bent, dan blijven de vijanden op je slaan. Je heel je valk leeft. Ah, I see, I see. Oh. Set free. Ik hoop dat mijn collega's besluiten om met me mee te komen, maar ik ga je redden. Woehoe! Gezondheid! Het is wel cool als je dood bent en een soort van third person mode waar je iedereen kunt. Ja. Dat je kunt spectaten. Ik heb wel echt heel veel. Oh shoot. Ja, oké, okay, go, 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 go. Ja, ben er. Volgens mij ben ik nu gewoon een keiharde stealth dwerg. Ik hou me aanbevolen voor de eerste de beste health potion die we tegenkomen. The wizard is down. Uh-oh, we hebben een gas rat of zoiets. No. Shit. Deze gast. Oké. We moeten even onthouden ook, je kunt ook blokken door de rechter muisknop ingedrukt te houden. Ja. Dat kost je de schildjes die je daar in de interface ziet. En als je blokkade helemaal gebroken is, dan kun je even een tijdje niet meer blokken. Ja, ik kan helemaal niks met die gas rat, en ik heb geen ranged. Ik heb geen ammo. Oh shit! Ik heb het gevoel dat die grote vijand aan het begin van deze missie ons een klein beetje heeft, belazerd als het gaat om resources die we nu nog over hebben. Dit hebben we wel eens voor goed opgelost. Woe! Woehoe! Kom er nog aan, hè? Ja. Als de witters zijn werk doen, dan er een beetje vanaf welke soort stappen heeft, of de AOE aanvallen heeft of niet. Oh shit, ik ben gegrepen, ik ben gegrepen. Hebben we hem?
Ja. Kom u reviven. Merci. Oeh, as up okay. as you get. Well, hoezo, ben ik klein of zo? Precies nu al meer informatie in de. Meer variatie in de omgevingen dan de eerste Vermintide, zegt Carl. Ja, absoluut. Absoluut. 100%. Oké. Healing. Ja? Waar? Nee, dat moeten we vinden. Ja, absoluut. Ondertussen even kijken of deze Chaos Leech een spier op zijn nieren heeft. Dat heeft hij niet. Geen healing hier. Kan ik deze appel niet gewoon opeten? Maakt me niet uit of die rot is. Kan ik dit varken niet gewoon doodslaan? Hé. Hey. Jij bent ook eten. Jij bent ook eten. Jij bent geen eten. Damn it. Te veel Monster Hunter gespeeld. Ik verwacht gewoon dat er vlees uit een monster komt. Dus bijvoorbeeld die, wat die special moves betreft. Oh, wacht. Treft. Oh, je kunt ze wel doden. Dus ja, maar je kunt... Nou, beetje jammer. Oh, pas op. Grootste rat in deze stream blijft trouwens Bruce. Ja. Stimmt. Hoe weet je nou dat dat van Karel komt? Sorry. Al had je het niet gelezen, had je het alsnog geweten. Rotzak. Ja, wou ik zeggen. Even kijken, wat is hier binnen? Kom op, hier moet toch iets liggen? Nou, je hebt hier... verdomd. De bombgaard was weer. Verdomd nog een toe. A little black powder goes a long way. Nou, ik heb een bom gevonden. Yay. Love you, hè. Hallo. Ja, ja vast. Als je trouwens rechtermuisknop en dan linkermuisknop, dan duw de duw je ze weg. Ja. Ook ten, koste van een. Ja, daar wel. Een puntje defense. Wat ligt hier? Potion. Ja. Strength. Helaas. Medical supplies. Oh, hell. Yes. Oh, shit. Oeh. Oké, wat moeten we hier doen? Find the key. Oh nee, een horde incoming. Oh shit, oké. Kom, we gaan niet naar boven, we krabben niet naar boven. Nee. Oh. Tactisch terugtrekken! Schieten! Kom een shield pack. Ik heb helaas geen... Oh. Oh shit! Wieuw! Oké, ik ga die key pakken dat we hier weg kunnen, want anders gaan ze blijven komen. Strak plan. Net als in de eerste game met ook weer die grimoires die je kunt oprapen, die de game moeilijker maken. Maar de rewards aan het einde van de level. Oh ja, 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 ja. Dat, je kon 3 grimoires per level oppikken. Ja. En dan werd het moeilijker, maar je rewards werden beter aan het einde van het verhaal. Ja, ja. Oh, dat weet ik weer, ja. Wel gaaf. Echt ook healing. Waar? Oh, goed zo. Nog potions? Oké. Okay. Kijk, dus nu zie je op je scherm die grimoire. Je hebt ja, twee soorten ik zag grimoires. Het. Je hebt gewone, die maken... Want nu zie je dan onze HP-balk dat er een stuk af is. Oh, dus... ja. Nee, waarom doen we dat nou? Ja. Ho, 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 ho. Ah! Nak hem gewoon in zijn rug. Op je kont! Hebben we hem? Oh nee. Shit. Wat is dit nou? Nou, dat is iets. Oh nee! Het gewoon tegen een boom aangekwakt hier, oh.
Shit, shit, ik ben er nog een keer in geraakt. Wat is dit? Wow. Oef. Oké, come on, wizard. Oké. Oeh. Wat hebben die een hoop health, joh. Oké, ben down. Fuck. Oh, ik ben ook neer. We doen toch iets verkeerd. Wow, wat is dit? Ik ben dood. Vermintide 2! Was die andere rat die wervel in de doel? Holy crap. Oké, kom u die bij me? Oh, ik leef nog. Oh, ik dacht dat ik echt dood was. Nee! Ah nee, ik word in die draaikok opgenomen! Shit! Oh nee, wat een team. Bring Barazzi! Hoe is de progressie in deze sequel? XP, loot, volgens mij precies hetzelfde als deel 1, Carl. Ja, het is wel veel uitgebreider. Hè? Wel uitgebreider, maar dezelfde loop geloof ik, hè? Ja, als je missie voltooid, krijg je punten. Die kan je inzetten voor nieuwe skills of nieuw armor. Maar nu heb je ook alle uitrusting heeft nu ook een power score, dus... Oh ja, een soort van. Een soort van Destiny Power Level, Light Level ja. Idee. Ja. Dat is waar ook, dat is je gezegd. Ik heb onze HP geboost, dus misschien kunnen we nog iets. Tome. Ja, kunnen we even ergens anders over nadenken dan die Tome, alsjeblieft? Nou, ik heb echt niet gedaan. Dit team expert. Pas op. We hebben hem wel bijna. Ik kite hem wel. Oh, nee, nevermind. Hij vindt me niet interessant meer. Ik ga healen. We hebben hem. Fucking hell. Oké. Zo te zien is onze collega omlopen. Nou. Oké, ik heb healing. Moet ik even bij mezelf gebruiken. Wow. Het ziet er niet goed uit hier. Ligt een granaat, daar hebben we niks mee. Ah, ik neem hem wel mee hoor, als jij hem niet meeneemt. Nou, ik heb hem zo. Ik wil zeggen, we zouden healing moeten... Ja, veel liever healing inderdaad. Mee eens. Cool, waar is onze vriend? Want we zijn nog... Oh nee, dat is bij ons. Okay. Nee. Oké. Ziet er hier... Hier naar buiten zeker? Ja. No. Helemaal daar? Ja. Nee. Shit. Oké, ze komen. Pas op. Gelukkig komen ze naar ons toe en niet andersom. Oh nee. Oké. Ik dacht dat onze vriend eraan was en we konden niet terug naar boven geraken. Dus. Oké, I'm going in. Achter ons? Nee. Oké, ik kom op het groepje. Oké, bij onze vriend dat als ik. Oh, stop achter ons! Oh, jeez. Ah, ze is echt top op de. Sessie hier. Oh, man.
Fucking gekkenhuis. Oh. Stop, stop. Ja. Oké, weg. Shit, ik lig. Ik draai om en ik kijk regelrecht in een Chaos Legion aan. Oh shit, shit, shit. Uh-oh. Oh nee. Ik ga kijken of ik snel tussendoor kan sneaken om de wizard te halen. Oh, wimpy skill. Oké. Goeie genade. Oké, ik heb er. Als beloning trek ik die op. Kijk het maar. Ja, healing is... Dat is niet kwistig, man. Zo. Deze game is gierig. Ammo. Uh-oh. Gasrat. Gasrat. No, kinder. Tjoe! Jesus. En is dit ook het eerste level, Bruce? Nee, dit is al act 3 in de game. Oh, oké. Okay. Wacht even. Dat is een saillant detail. Ja, in de beta kun je heel act 3 spelen. Oh, is het echt alleen maar act 3 die je kan spelen? Oh, oké. Okay. Ja. Dat is goed om te weten. Dus er is ergens nog een ramp die we niet meekrijgen nu. Want ik mag ergens hopen dat denk het, ja. Act 1 en act 2 toch minder heftig zijn dan dit. Of in ieder geval iets. Oké, ligt veel healing. Ik zal dit meepakken, ik kan ook andere mensen mee healen. Dus. Ja, want onze mage is aan de zwakke kant. We zijn ook onze toom kwijt. Ja, klopt, want de wizard heeft het laten vallen. En ik wist vervolgens ook niet waar die lag. Er werd wel geroepen van neem hem mee, maar ik wist niet waar die lag. Het is gewoon het einde van de level geraken. Dan ben ik al blij zat. Jezus, ik kan niet. Oké, ik ga hier beneden staan. Yes, come at me. Fuck, dat zijn er een hoop. Hilfe. Ja. Oh. Zo, verschil. Ja, ben ik wel benieuwd of deze game moet geven op volgende moeilijkheidsgraden. Gekke huis, man. Oké, okay, ik heb geen ammo meer. Fucking hell. Is dit healing? Ik heb zojuist ook wat healing opgepakt. Zo te zien zijn we nu allemaal voorzien van iets van healing. Ja. Oké, okay, we moeten beginnen moven, want ze blijven komen niet. Ja. Ik kan mezelf niet echt optrekken aan een richel of iets dergelijks, geloof ik. Ja. Nee. Sneaky pony.
Oké. Okay. Bruce, moet jij je niet even optoppen? Nou, goeie idee. Oké, we moeten deze rescuen. Oh oh. Ah, natuurlijk. Nice. Nice. Oh shit. Wat gebeurt er? Stond ik in de recht. Help. Oeh, oké. Waanzin oh, dit. Of healing. Potion of strength. Iedereen heeft healing? Ja. Maar ik ga het wel gebruiken. Ja. Dan ligt hier ligt nog een beetje terug aan. Kan jij het oppakken voor me? Want dan kom je hier niet meer bij. Ik ben te klein om terug te springen. Kom eens erin. Kom eens erin. Ik kan niet meer terug omhoog springen. Geef ik iets? Rechtermuisknop. Oh fuck. Een vuile hufter. Probeer meer te blokkeren. Ai, I know. I know. Bedankt voor de tip, Robben. Als je mij ooit Dark Souls hebt zien spelen, dan weet je. Blokken. Blokken is ongeveer hetzelfde als remmen in een race game. Wat is dat? De schildjes heb je altijd maar 3 op. 3 stuks maar. Je microfoon valt een beetje weg, Bruce. Uh-oh. Hallo? Ja, het is misschien een beetje je verbinding, I don't know. Wel echt fijn om te zien dat deze game toch een heel stuk beter geoptimaliseerd lijkt dan deel 1. Is mijn geluid al terug? Ja, een stuk beter okay. Weer. Zal ik eens Skype geweest zijn? Ja, dat zou goed kunnen. Oké, okay. Fucking hell, blijven ze nog komen. Een verstoring in cyberspace. Oké, okay, we moeten hier naar boven. Ik zag munitie liggen. Ja. Oh, we zijn hier zwaar aan het pikken. Oh shit. Dat is misschien niet helemaal. Niet waar komen ze? Niet het juiste knopje. Oh, nice. Die opengooien. Die opengooien. Oh, achter ons. Ja. Oh. Ja. Heb eens. Fuck. Michiel stemt voor een beste baardverkiezing van EGB. Mede mogelijk gemaakt door jouw greenscreen. Nou jij nog, Michiel? Merken jullie een verschil of voelt het grotendeels hetzelfde als de eerste? De standaard gameplay is wel voor mijn gevoel hetzelfde als de eerste, alleen nu wel een stuk chaotischer.
Want deze hectiek kon ik me voornamelijk van de laatste paar missies van de eerste Vermintide herinneren. Ja, en de progressie is uitgebreider, toch Broes? Ja, progressie is... veel meer characters, veel loot doet er echt toe, want het wapen dat je gebruikt bepaalt ook welke skills dat je hebt om met de weg te gaan. Je hebt niet zozeer meer characters, maar je hebt meer subclasses voor de characters. De characters zijn hetzelfde, maar ze hebben elke drie hebben ze een nieuwe template met ik geloof verschillende types wapens en verschillende subrollen om te spelen. Ja, inderdaad, klopt. Maar wel allemaal special moves en zo. Dus ja. Kijk, ik kan eens even boosten. Dus dat maakt wel echt een verschil. Ja. En die unlock je op bepaalde character levels of account levels? Account levels, oké. Okay. Niet helemaal zeker, man. Ja. Zoals dit character nu gebruik, krijg ik telkens als ik meer dan 3 vijanden tegelijk raak, krijg ik een attack speed boost. Ja. Maar aangezien ik nu gewoon met een zwaard ontvecht, is het eigenlijk niet zo goed. Dat. Zo'n groot bereik, dus de kans dat ik 3 vijanden tegelijk raak is heel klein. Oh man, dit is wel epic. Ik ga even een bom smijten. Back to the barn! Oh shit. En door. Ja, die stilstand. Stilstaan is achteruit rollen. Kinderist, einde van de level. Mooi. Hoho! Pittige shit dit. Oh ja. Sweet. Wat is onze laatste vriend? Oh boy, een kei ver weg. Waarschijnlijk met een Thomas. Typisch een rogue om te zoeken naar schatten terwijl die eigenlijk moet vluchten. Nou, hij komt eraan, misschien hem komen. Bedankt om te antwoorden. Geen probleem, joh, daar zijn we voor. Ach, wat heeft hij gedaan? Oh, waarom heeft hij dit nou gedaan? Heeft dus machine gun mode. Ja, kom, hollen. Oké. Okay. Maar... We done did it. Come on, jongens. Kom op, ga naar binnen. Niet zo moeilijk. Yep. Heck yeah. Nice. Oh. Alle heroes leven nog. Ik heb een great axe gekregen voor mijn dwerg. Commendation chest. Ja, je krijgt verschillende soorten chests, zoals je het al ziet. Is dat soms een kijk, nu lootbox? Je begint bij een peasant strongbox en die gaat nu naar boven. Maar heel lang. Oh ja. Je hebt een commoner's strongbox. Ik heb ook wel een merchant's strongbox. Ja, nee, ik heb hier nu een merchant's strongbox. Ah ja, oké. Okay. Ik weet niet wat... Maar jij had een common, zei je? Een common, ja. Waarschijnlijk omdat ik niet geen level up heb of zo, ik weet niet. Dus als je nu return to keep doet, dan kun je die lootboxes gaan openen. Oké. En dan ga je zien dat... Welke soort item... Dus... Met welk karakter dat je de lootbox opent, daar krijg je ook de wapens voor. Oké. Dus je kunt geen wapens krijgen van andere karakters. Oké. En je zal dan zien... Dat elk wapen en elke uitrusting ook zijn eigen subclasses heeft en die bepalen het wapenwerk. Oh ja. Even kijken, ik heb een
Ik heb een commendation chest. En ik heb een merchant strongbox. Ja, je kunt ze gewoon open. Bijvoorbeeld, ik heb nu een halberd gekregen die groen is, dus dat zal dan een common zijn. Met 24 power en plus 6,5% tegen power. Power versus chaos. Dus. Zo, ik heb gelijk een aanzienlijk sterke hamer hieruit getrokken. Dan deze nog openen. Pof, pof, pof. Twee keer dezelfde gun. Fijn. Ja, dat heb ik ook al gezien. Maar ja. Ik denk, omdat het is ook nog de beta, dus ik weet niet, misschien dat dat er... Oh ja, dat zou goed kunnen. Heb jij het idee gekregen dat er ook nog betaalde lootboxes zijn? Want ik krijg een beetje de zenuwen van dit systeem. Ik heb niks van gezien. Niks van gezien, fijn. Ook niks van gelezen of zo. Oké. En de kettingen en de ringen en de trinkets, die kun je wel op alle characters gebruiken. Oké, dus ze zijn niet... Alleen de wapens zijn uniek aan de... Oké, helder. Characters. Oké, ik heb een eenhandige hamer nu. Die is wel aanzienlijk veel sterker dan wat ik had, dus ik wil hem toch wel hebben. En je kan dan ook alle... kan ook nog... Kan die gun bij me dragen, vet. Hier buiten heb je ook een forge waar je dus wapens kunt dismantelen en dan die. Moet je me even. Die je kunt gebruiken. Oké. Okay. Ik kom nu naar je toe. Dus even kijken hoe dat zit. Dat heb ik zelf ook nog niet geprobeerd. Maar oh ja. Proberen. Dus al die dingen die ik niet meer nodig heb. Oké, salvage. Woosh. Ja, scrap en... Weapon parts en scrap, ja. Dus ik neem aan dat ik dat dan... Ah, items, oké, hier dan. Ah, en alle items dat je gescrapt hebt, kun je blijkbaar ook nog terug craften. Dat is ook cool. Oké. Reroll equipment, upgrade item. Oké, ja, dit zit er weer. Upgrades an item to the next rarity tier. Dus daar moet je gewoon dat scrap voor verzamelen. Ja. Er zit aardig wat grind in wel. Dat denk ik ook, ja. Maar goed, logisch ook wel in games zoals dit natuurlijk. Oh, en dan wordt die hero power grinden. Oké, ik kan even zijn character verzamelen. Oh, en er is zelfs nog een tabblad voor cosmetics. Ja. Helemaal leuk. Dus dat zou misschien wel betaald kunnen zijn, misschien op termijn, cosmetics. Wie weet. Ja, maar linksom of rechtsom had je er niks over gelezen in ieder geval. Nee. Ah, nee. Dat scheelt weer. Wow. Ik ben even naar buiten gegaan, naar de courtyard. Talents. Oh. Kan ik hier wat mee... Ik ga eens met een Witch Hunter spelen. Vote. Difficulty. Recruit. Accept. Nee. Dat gaan we niet doen. Oh? We gaan gewoon de volgende missie pakken. Dit was quick play. Oh, oké. Okay. Als je op escape duwt, dan kun je bij Hero Selection kun je dan terugzien waar je passive ability en of een career skill is, et cetera. Oh ja. Ik ga met een witch doctor. Disengage. Hunter. Barden deploys a smoke bomb that conceals him from enemies while he stays inside the cloud. Oh, mooi. En specials droppen altijd ammo pickups. Oké, okay, dat is goed om te weten. En dan hier op level 7 heb je dan de Ironbreaker. Met andere passives en careers. En dan op level 12 heb je de Slayer. Ik kijk er nou al uit om die te hebben. Met zijn hanekam. En zijn gevlechte baard. Ah ja, dat zijn die berserkers, zeg. Ja, ja, ja. Oké, dus mijn special ability is nu, als ik een vijand tag, dan doe iedereen increased damage. Dus dat is wel goed tegen die grote
Oké, okay, ik zal de volgende missie al klaarzetten. Ja, doen. Empire in Flames. Ik host de game ook, ik denk niet dat amper... Had ik al lek? Nee hoor, nee. Okay. Misschien mee... Omdat ik ook Skype gebruik, maar dat mag je zien. Nou, dat hele kleine beetje waar we net last van hadden, dat viel te overzien hoor. Ja. Ik ben voornamelijk even de omgeving aan het bekijken nu. Ziet er wel heel mooi uit. Hendrik zegt, grinden lijkt wel echt in de game ingebakken, ja. Ik vraag me af hoeveel actes en hoeveel levels er zijn. En of, ja, die grind, kan, ja. Of die grind dan uiteindelijk te overzien is omdat je veel te doen hebt. Moet maar hier komen, Sander. Ja, kom maar aan. Here we go. Ah, je hebt hetzelfde character gewoon. Okay. Ja. Ik wil mijn nieuwe wapens even uitproberen. Ja. Shame about you, Singer. The town's ruined. But there's still a job to do there. The are using the Baron's Manor as a storehouse for all their ill-gotten gains. It's filled with foodstuffs and supplies. Opnieuw in een stad. Oh ja. Yeah. Wel, we precies in het platteland beginnen. Dus elke act zal waarschijnlijk ook wel zijn eigen thema hebben, neem ik aan. Oh ja, dat zou goed kunnen. The manor's foodstuffs will be destroyed, even if I have to do it all myself. We're ready, Tori. Plenty of work for us up ahead. I'm looking forward to cracking the odd skull. Time for a dance, darlings. But choose your partners with care. Ja, ik kan dodgen ook, vergeet ik altijd. Oké, daar ligt de stad. Woe. Oh ja. Misschien is het wel omdat ik heel erg veel Dark Souls heb gespeeld de laatste tijd, hè? Maar ik loop nu achter jou en ik denk echt Bloodborne. Wow. Oh shit, dat damage nou. Oké. Oeh ja, dat werkt precies wel, dat taggen. Heb je nu ook een ander geweer? Of? Ja, ik heb een geweer in plaats van een kruisboog en ik heb een eenhandige bijl. Of hamer. Die overigens meer defense heeft dan die tweehandige die waar ik mee begon. Makes sense. Hey, luister. Ik heb bepaalde dice rolls niet. Dus de Witch Hunter is meer een support character, heb ik in ieder geval. Oh, achter ons! Oh nee! Hoi. Sterven wel heel snel uit zijn tag. Tag. Oh, dus dat is de grap. Als je tagt, dan doe je meer schade. Enkel met dit character dat ik nu heb. Oh, oké. Okay. Dat is mijn special, dan doe heel de party meer schade tegen bij wie dat ik tag. Dat is goed om te weten. Ik heb maar eens snel dat die. Dus we hebben nu ook wel een level 12 support. Dus... Dat zal allicht helpen. Jezus. Al wel lekker. Ja. Famous last words. Ja. Afkloppen, Bruce, afkloppen. Achter ons. Ja. Gisteren was ik ook aan het spelen en zei iemand. Dat is eigenlijk een goede vergelijking, want ik zelf niet bij het stilstaan dat de game hem aan Diablo deed denken. Ja. First person Diablo. Ja, sure. Met hoe de loot nu in elkaar zit, zie ik dat volledig. En ook gewoon het constante hack en slashen. Ja.
liggen medical supplies. Misschien als je even drinkt, dan kunnen die mee pakken. Ja, dat doe ik wel even. Oké, ik kan niet door. Volgens mij is onze... Oh! Er ligt ammo. Oh. Oeh, het ziet er wel nice uit. Oké, let's go. Er ligt nog een healing draught. Plotseling ligt er veel meer health spul of wat? Ja, ik denk gewoon dat we daar straks echt door die vroege baas... Gewoon pech hadden. Gewoon, ja, een beetje. Oké, dan. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat de game nog iets achter de hand wordt voor ons later in de game. Alsjeblieft, zeg. Alles aan het opsparen. Hé, hey, we hebben een toom gevonden. Wat fijn. Maar deze toom... Deze toom doet niks met onze health. Nee. Zie ik. Dus de effecten van de toom zijn dus ook willekeurig. Nee, ik heb twee verschillende tomen. Oh, oké. Okay. Weet je wat deze doet? Deze doet niets, denk ik. Oh. Die standaard doet niets. En die... zeldzamere... Die... Oh, kom op. Derp! Jammer toch. Ik kom daar niet bij. Ik heb hem. Shit, man. Dus die andere tomes die verlagen je maximum HP. Ja, oké. Okay. Dus ik doe echt bijna geen schade. Oké, okay, let's go. Het ziet er grafisch wel in orde uit. Zeker weten wel. Oh. Dat komt er dus van als je alleen voorop loopt. Ja, dat... We zijn nog met twee, om. Ik heb hier even last. De rest van ons pakje is ook dood. Oh! Klerenleier. Oh. Met zijn schild. It's all on me, hè? Sheriff. Yo, wapper even met dat zwaard heen en weer. Pick me op. Let's go. Oh. Oké, even drinken. We zijn helaas de... Ja, die gaan we moeten redden. Ah, nee. Is vertrokken. Oh, okay. Sorry hoor. Is een schat. Oh. Healing. Oké, dus nu hebben we zo'n... Healing drop. Don't squander it. Ja, wat? Oh, die elven toons weet ik niet. Geen idee. Hier, hier. Healing. Geef die nou aan mij? Ja. Ik ga zelf nog hier naar terugpakken. Oké, okay, ja. Thanks. Okay. Smooth on. Oké, die draagt twee tomes, onze elf. Oké. Voorheen was het volgens mij zo dat je maar één toom bij je kon dragen. Ja, op. Nu heb je meer item slots, dus waarschijnlijk moet je die opofferen. Je moet die slots opofferen voor de tomes. Ja. Dus in dat opzicht maakt het de toms. Die natuurlijk wel moet leggen. Ik vind het moeilijk te bepalen waar deze character nou ligt. Wat bedoel je? Nou, die vierde. Ah. Oh, wacht, hier beneden. Onder ons. Ja, ja. Hier.
Marcus, hoi. You might just be good at this story. Uh-oh. Rattling. Ow. Oh! Shit! Hack, hack, hack. Achter ons zijn een paar. Ja. Nice. In tegenstelling tot de ranged wapens in menig andere shooter zijn deze wel erg traag en meer situationeel dan... Oh man! Special time. Frag out. Het is wel snel fout gaan. Ja. Als al moet controleren. Niks aan het handje. Plotseling. Frik alles. Zo. Gekkenhuis. Wat is er een toon? Hoe dat aan je? Oké, ik heb ook een toon. Mooi. Die was geniepig verborgen. Ja, inderdaad. Oké, als we deze kunnen voltooien, gaan we wel een goede score hebben. Drie tooms. Game mag je dan wel wat grindy zijn, maar ik vraag me wel af hoe lang je deze game al een stuk zou kunnen spelen. Man. Ja. Levels zijn wel redelijk lang. Ja. Het is gewoon heel de tijd. Uh-oh. Thanks for the tag. Hij is geteleporteerd. Hij is hier nog ergens. Nee, volgens mij zei hij dat hij down was. Ah, oké. Okay. Ziet dit er rijk uit dan? I don't trust this quiet. Not with scunners and rattling everywhere. Hoe moeten we gaan? Oh boy. Oh my god. Oh, wat is dit? Zo, dat is een wervelwind. Waar is hem? Arme Sander. Ja, ik zat volledig gevangen. Oh, ik kook nu. Oh nee. Oké, we hebben hem. Precies op tijd, want ik heb hulp nodig. Okay. Op het plein beneden. Okay, kom eraan, mijn videokit. Ik ben niet alleen inmiddels meer. Oh, joh, ben daar. Shit. Ik ben echt opgeraakt. Oh. Gekke huis dit. Oh, oké, we hebben hem. Ja, die mannen met hun wervelwinds is wel pitch. Ja, behoorlijk. Wel handig dat jouw karakter bij die specials ammo laat droppen. Ja, zeker. Ja, het is wel... Die passives vind ik wel cool. Maakt het wel een beetje interessanter. Absoluut. Ja.
We hebben nog niet echt een grote vijand gehad, hè. Dus, zeg, hou je mond eens. Maar nee. Nee, die zijn we nog niet tegengekomen, nee. Oh, daar komen ze. Je moest het zeggen. Dat blijven hordes en nooit echt... Oké, wat we hier moeten doen is... Oh, eerst niet dood, man. Ik doe mijn best. Man, help! Ja, ik ben er. Pick up the barrel. Ja, ah! Barrels ergens inleggen. Nou, dat is kort. Excuseer. Maakt niet uit. Zijn die barrels hier beneden? Oh, Gatling. Then almost split up. En als ik uit de eerste game iets geleerd heb... Ik heb een barrel. Ik ook. Oké, we hebben nog één nodig. Ik moet zwaar omlopen. Maar ik heb een pad gevonden. Oh. Uh-oh. Man, ik ben echt op sterven al dood. Kan ik doorgaan, man? Kan ik doorgaan, man? Ja, kom maar aan, kom maar aan, kom maar aan. Oh boy. Ja, oké. Okay. Ik dacht ik druk op E, maar dat was het niet. Dat dacht ik inderdaad wel net. Come on! Oh, ik hoop echt dat we niet nog een basketbedje krijgen. Ik hoop het ook niet. Dan kan ik er nu echt even niet bij hebben. Oké. Wieuw! Achter ons. Oké, light and push. Oh no. Not like this. Nice. Oké, we moeten dit duwen. Light and push. Here we go. Baby! Woohoo! Escape! There she blows! Oh shit! Oh fuck, that's a good feel. Nee. Ik leeg. Man! Kok. Er staat nog een bot en er staat nog een speler. Oh! Oh, ik ben ook terug. Go. Let's go. Oké. Ik weet niet hoe ik in één keer op kwam te staan, maar het is me gelukt. Volgens mij werd ik gered door de elf. Oeh, echt trots. Oh nee. Ik wil blijven lopen. Ja. Ik ga al. Ik heb kleine beentjes, ik ga niet zo snel. Bak. Oké. Ja. Maar we zijn echt op sterven al dood. Ja, zeker. Oh, ik lig. Oh shit, en ik ben naar beneden gesprongen.
Oké. Okay. Laat me maar. Oh shit. Laat me maar alleen. Storm of Chaos. Ja, ja hoor. Oh, wat is dat? Man. Oké, ik heb die damage gepusht. Nou, sla me dood zodat ik kan spectaten. Ik wil zien wat dat ding is. Oh. Iedereen dood. Iedereen dood? Ja. Shit. Ik wil de bol mee. Nee, dat was hem. Oh. Ik zei het nog, hè. Er moest nog een baasgevecht aankomen. Dat is jouw schuld. Ja. Dit. Maar krijgen we nog XP? Ja, we krijgen nog XP. Nice. Niet helemaal voor niks geweest, dus. En toch een accommodation chest. Van van het levelen natuurlijk. Ah ja. Even kijken. Wat dacht je ervan? Nog een potje om het af te leren? Of, Ja, we zullen nog één missie proberen. Ja, is goed. Rip. Thanks. Thanks. Ga je ons ook nog even vertellen om... hè? Get good? Goh, die kerk, die speler die met ons mee was, die... heeft deze match wel gedomineerd, hè? Dat is level 9 ook, dus. Ja, fair. Kijk, dat verschil in damage dealt. Oh ja, wauw. Gewoon meer alleen gedaan dan wij samen. Oké, nog snel. Bedroevend. Loot chest! Barnacle. Oeh, flail. Ignores shields. Crowd control. Ik heb een groene necklace gekregen. Shield breaking, armor piercing. Even kijken. Ik kan nu geen keer van kerk te veranderen. Ja, ik heb het ook zojuist gedaan. Ik ben naar die elf veranderd. Ik ben gewoon kiekjes mee die een dwarf, alhoewel. I wonder. Ik kan nog eens met mercenary. Om mijn andere wapens. Ja. Ja, zo te zien heeft elke character een apart level. Dus ik denk ook echt dat je met die character door moet spelen om de andere loadouts te unlocken. De laatste level heb ik nog niet unlocked, maar er staat een speciaal icoontje bij. Ik denk dat dat een baasgevecht is, maar die gaan we niet halen, vrees ik vandaag. Nee, zeker niet. Zie ik nou dat je hier van tevoren een klein beetje kan voorbereiden? Het zijn hier namelijk potions. Ja, ik weet het niet. Ik heb ze al proberen mee te nemen, maar ik kreeg in-game kreeg er geen meer. Dus... Hoe moeilijk of makkelijk is de game op te pikken voor nieuwkomers? Op dit moment zou ik zeggen probeer eerst Vermintide 1. Al is het maar omdat de game in de huidige staat alleen maar de derde acte speelbaar heeft. En dus niet acte 1 of 2. Dus ik kan moeilijk zeggen of de progressie wat lager begint. En of acte 1 en 2... wat eenvoudiger zijn om in te komen. Ja, en de nadruk in tegenstelling tot een hele hoop first-person games ligt hier dus op melee en niet op ranged. Dus je bent de hele tijd vol in de chaos en vol in de actie ben je aan het zwaaien en aan het doen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja, het is wel een vermoeiende game. Ja. Daarbij. Oké, okay, nog eentje. Daar is hem, zie. Dat is ook wel een gave character, geloof ik.
Oké, ik heb ik kan health over time regenereren. Dat is ook nice. Oeh, dat is goed. Found themselves a long forgotten artifact of terrifying power. They're digging the bloody thing up as zeg, ik was nog aan het lezen. Forcing clan Festus slaves to do the tunneling. Even worse, the damned monoliths currently beyond the means to destroy. Oh, echt. Hey. Zie je nou het gapen, jongen? Guys. Wat is dit dan? Verboeiende game. Close. Of je rijk wild forest. Of je koffie nodig hebt, wordt er gevraagd in de chat. Ik drink geen koffie. Dat is een goed moment om te beginnen. Ik kan wel een bakje gebruiken. S'avonds toch niet, Sander, al hé? Nee. Is ook zo. Vroeger heb ik zoveel koffie gedronken dat ik echt gewoon een sterke bak koffie kon drinken en daarna gewoon meteen in slaap kon vallen. Was ook niet goed. Ook niet goed. Ik voel wel maag ook niet. Nee. Holy shit. Wat een raar wapen in het was. Een hellebaard of zo. Ja, het speelt helemaal anders. Oh ja. Ik ben gewoon aan het hakken en aan het schrapen. Oh, zo'n andere combo zo. Oh shit. Het wordt een beetje donker hier al. Ja, inderdaad. Uh-oh. Wat uh-oh. Uh-oh. Die horen. Ja, ik hoor hem. Dat is wel goed. Die elf regenerate held. Is wel. Ja. Is wel relaxed. Like the newbie character. Zeg. Whatever man, play to win. Oh shit. Klik. Ja. Ja, het is wel een goede game voor een muis te testen. Ja, goed voor je APM. They're still near. I hear them breathing. Ik heb een dobbelsteen gevonden. Oeh, een loot dobbelsteen. Want was dat niet in de eerste game dat je dobbelstenen gebruikt voor loot? Ja, ja. Ook. Tenminste, dat kan ik me toch wel herinneren, ja. Ja, dat ik echt moest rollen en dan ja. Het aantal... Ja. De uitkomst van die dobbelstenen bepaalt ook de kwaliteit van die boost. Oh, ik zie een Tom. Of het was een boek wat bij die vijand hoorde, maar... Het leek op een Tom. Die mages hebben wel boeken bij. Move to the cave system. Dit grote stelsel hier. Waar je vast in zit. Ja. Ja, de rest van de party vertikt het natuurlijk om te wachten. Ja, natuurlijk. Als je elkaar niet kent, dan ga je niet op elkaar wachten. Nope. Spijtig weer. Oh! Ho eens, niet in mijn rug. Ja dan. Ik heb bijvoorbeeld toen ik gisteren deze level speelde, was het hier super rustig. Ja, het zal waarschijnlijk een beetje zijn net zoals de director van Left 4 Dead. Als je beter je best doet, dan krijg je ook meer tegenstand. Oh,
Oh, baby. Horen. Ja, hier, dit... Ja, ik wil dus zeggen. Dit choke point is te goed om wachten. Ik kan ze wel op afstand houden met de slaan. Ja. Oh-oh. Wervelwind. Oh nee! Oh, die wervelwinden zijn de... worst! Ik heb hem. Dus wervelwind is weg. Pats. Hoi. Ligt hier geen ammo? Dat zou wel fijn zijn. Hier ligt ammo. Ah, mooi. Precies op tijd. 53. Goeie genade. Er zijn een hoop pijlen ineens. Nou kijk, een verleden keer was dus hier complete chaos, dus ja, ik vind het wel. Ik hou wel van zo'n systeem dat er wel. Ja, dat houdt het fris. Oh shit, dat is zo hoog. Ja, dat ook. Oh. Onverstandig. This way. Oh. Cross the river. De Schilderrivier. Shelda. The unmistakable aroma of Rathman artifice and flame as well. Oh. Achter ons. I think we broke the warp fire thrower. Oh, nice. Never mind. Ik heb hem al. Oh, voor ons ook. Shit. Even geboost. Lekker. Don't let it shoot ya. Stay sharp. Could be rats or doglanders round the corner. Oh. Hello. Wat gebeurt? Oh nee. Oh man. Ja, we hebben hem. Oh shit. Op dit soort momenten zie je echt niks. Gewoon door het bloed heen en hopen dat je wat meer raakt. Ah, toch opmerkelijk met de framerate te doen. Ja, absoluut. Nogmaals, dat was met Vermintide eenmaal anders. Want ik had destijds een zwakkere PC dan jullie, maar ook jullie hadden moeite. Ja? Kan ik me goed herinneren. Oei, je moet onze witch doctor helpen. Oké, welkom. Doe ik ammo? Ja. Ah, oké, ik heb het dan. Blijft wel kicken als je gewoon on the roll bent. Zal me zelf eens. Drink your pot, Hunter. Gozer is bijna dood. No. Goed zo. Kom langs links.
Never have I seen such a display. Oh boy. Volgens mij reizen haar pijlen ook een heel stuk verder voordat ze droppen. Ja. Oh, hier. Oh, net op tijd. Ik bedoel maar. Er ligt nog ammo bij mij trouwens. Die nodig heb. Oké. Okay. Ja, ging er. Ja, kan dan. Ja, ik zie het. Kill the dwarf. Graag probleempjes. Wow. Oh, damn. Het verschil van het wapen is voelbaar, zei je? Ja. Ik doe meer dan tegen kerkers. Een dobbelsteen? Nice. Oké. Oh. Was dat? Oh, mooi. Steady, Lumberfoots. We're not out of this yet. Over here, quickly. Oké. Give this box. Wanneer komt deze game nou uit, Bruce? Donderdag. Dat is wel snel. Ja. Hij wordt gerecenseerd door Nathan bij ons op de site. Ik denk het wel. Ja. En volgens de mail dat we gehad hebben over de game. Zou de main game nog heel wat uitbreiden qua wapens en speciale missies per karakter die je kan doen. Per karakter? Ja, heroic deeds of zoiets heet er niet. Oh. Echt een custom. Kunnen natuurlijk ook gewoon quests zijn die je moet doen als in... zijn missies tijdens de normale... Ja, gewoon dood 50 chaos, zoiets kan. Hey, als dat zorgt dat je je character wat sneller kan levelen en dergelijke. Dat soort, weet je, een grind is niet erg als er maar genoeg en gevarieerde progressie is. Klopt. En als ik dit zo hoor, dan zie ik dat toch wel positief in. Echt wel nog steeds datzelfde een beetje logge gevoel van de eerste Vermintide. Ja, ik snap wat je bedoelt. Beetje volgens mij is dat ook een beetje de bedoeling. Is ook de bedoeling hoor. Ja, ik bedoel het ook niet als nadeel. Maar het heeft een heel ander gevoel. In tegenstelling tot de gemiddelde Twitch-based shooter. Ja. Is hier het draaien. Is ook gewoon net een tikkeltje langzamer. Heel bewust. Ja. Ja, zeker als je met een van deze... Oh. Heavy wielding is het echt... Oh. Oké, okay, nice. This isn't over. Assassin, pas op. Ging goed? Ja, we zijn goed bezig. Ik zal het wel weer afkloppen, maar ik heb het gevoel alsof we een betere grip hebben op deze situatie. Ja. En een Chaos Worm. Nice! Ik ben wel benieuwd wat het verschil is tussen bij de hogere moeilijkheidsgraden. Dat gewoon de vijanden moeilijker te doden zijn, of dat er echt meer special vijanden komen.
goeie. Oh. Ja, en de variatie is er echt wel, als je dit vergelijkt met de eerste missie die we speelden. Famous last words, zegt de chat ook. Ja, ik weet het. Ik kan het niet laten. Oh! Achteruit, achteruit. Mijn schuld. Lifestealer witch. Dat zijn twee woorden die ik niet in één zin wil horen. Ja, daar is ze. Ik heb ze gezien. Ik ga achter ons spannen, denk ik. Oh, oh, shit. Ze heeft me. Ja, oké, dan moet ik wel even doen. Mooi. Wel lekker wapen, zeg ik. Twee groepen. Oh. Forsaken Chapel. Speelt niet veel goed. Niet echt. Oh-oh. Shit. Oh nee. Oh. Waar is dat kring met de wervelwind? Geen idee. Run! In Left 4 Dead heb je natuurlijk zo'n versus modus waar de ene helft de speciale zombies speelt en de andere helft de heroes. Dat zou hier ook wel passen, toch? Ja. Lijkt me iets voor DLC of zo, als ze dat willen doen. Lijkt me echt iets ideaal voor... Absoluut, want dat hebben ze in de eerste Vermintide niet gedaan, geloof ik. Ja. Oh! Uh-oh. Dat is gewoon. Dat is grappig. Oké. Okay. On your feet. Maar is dat aankomende donderdag of volgende week donderdag? Nee, deze donderdag. Oh, oké. Okay. Dat zijn de laatste dagen van de beta. Daarnaast gedaan met de rust. Ja. Ah, ik zou... Als we vier mensen bij elkaar krijgen, is het wel... ideaal zijn. Zeker. Maar voordat ik het aan iemand kan aanraden, moet ik wel zeker weten hoeveel levels dat mooi doen. Ja. Nee eens. Uh-oh, achter ons. Uh-oh. Ja, we hadden de situatie onder controle en nu zitten we plots allemaal zonder healing. Ja. Fraai hoor. Oh, dat zijn er een hoop. Gezondheid. Vreselijk man, Niezen. Wat erg. Maar ook zo goed, hè? Ja. Er gaat niks boven de goede Nies. Oh, echt wel. Oké. Ik ben zelfs een keer de klas uitgezet voorwege een Nies. Echt? Ja. Dat was een hele rumoerige klas, sowieso. En toen was het eindelijk stil. En toen moest ik niezen.
En de leraar schrok zo van me. Die zegt, ja, ga er maar uit. Ik zeg, wat zeg je? Moest gewoon niet. Ja, dat was geen goed argument op dat moment. Beetje jammer. Oh. God, die rotjes. Nick. Oké. Okay. Ben ik blij dat je nu een goede microfoon hebt, dat ik dat echt perfect kan horen. Ja, ik had... De webcam was nog beter, denk ik. Ja, dat kan ik nu even niet zien. Oké, okay, we moeten Nurgle Infections cleansen. Wel ja. Uh-oh. Komen ze. Uh-oh, er zijn er een hoop. Oh, er zijn er echt veel. Oh, achter ons ook. Vliegende wijlden. Oké. Okay. Hier moeten we binnen. Ja, even die gasrat hier ja, neer. Heel slim. Globedeer is dat. Kleine. Uh-oh. Was dat klaar? Weet ik niet. Misschien de cleanse. Ik kan gewoon doorlopen. Gas red! Hij ligt. It's quiet. Too quiet. Met zo'n heavy attack kan je in ieder geval wel door de schilden heen breken. Ja. Heel... Ik ook wel van een wapen af, denk ik. Nou. Tot nu toe is het mij met elk wapen gelukt. Okay. Oh. Wow, nee. Oké. Okay. Here they come. Ik weet het, ik sta er middenin. Oh, langs twee kanten. Oké, okay, alleen bij u. Voilà. Oké, okay, we moeten hier nog twee van die dingen vinden. Oh. Hebben ze. En daar? Ja. Ja, nice. Oh! Heal jezelf. Oh nee! Rattling is dood. Ik ga mezelf genezen. Oké, okay, dat was nice, door. Oké, okay, let's go. Oeh. Ah, op het einde wordt het toch altijd nog... Ja. Oh. Gatling, dude. Ja. Volgens mij ligt die. Fuck off! Nee, hij staat nog. Shit, ja, ik zie het. Ik kan ons ook wel niet raken. Oké, okay. Even reviven. Erkino in de chat vraagt, wat is dit? Dit is Warhammer Vermintide 2. Hij zegt, ik heb nog nooit van deze game gehoord. Nou, het klopt, het is ook een redelijk... Deel 1 en, was redelijk onbekend, maar deel 2 is wat verder uitgebreid in ieder geval. Veel succes nog met de stream, dankjewel! Thanks man. So many, let's drive them back.
Oké, nog drie van die dingen. Ja, ik zie er hier één. Zop. Assassin. Ik heb hem. Oké. Weer een... Ah, hier, onder de trap zie ik er een. Ja. Nog eentje. Oh. Op de nieuwe horde dan. Ja, ik zie het. Man. Het is zwaar, jongen. Iedereen een beetje extra held hier. Ah. Nou! Gelukkig. Oké, wat is dat laatste ding? Wil je weg? Ja, ik ook. Come on. Achter u. Ja. Gezien. Dood. Come on. Ik zou ze wel wat beter kunnen aangeven, vind ik. Ja, mee eens. Ik zal eens vragen. Onze T-Max. Oh nee. Is niet goed zo. Nee, dat ding echt kunnen, want... Ja. Gasrat. Gasrat. You think that's a lot? Lumberfoots, this is nothing. Come on, dan moet je toch eens binnen zijn. Kunnen. Is het per se in deze hoek? Ik denk het wel, ja. Bij die andere dingen... Ah! Oh. Nee. Ik lig. Thanks. Oké. Okay. Okay. We've more coming, Mayflies. Pray if you must, but fight. Ja, dat is niet goed. Op de game wel een steekje val, moet ik zeggen. Ja. Ja, geen idee waar. Ja, ik ben toch weer door oud gebied aan het lopen nu. Great. Nou, ik ook. Alone again. Typical. Is niet goed. Ja, zo. Hier naar beneden vallen heeft geen nut. Ik ben dood. No, not yet. My bow reaches where your hit cannot, Strangler. Het is in de full game misschien wel wat beter. Het zou heel mooi zijn, ja. Aangeven. Oké. Gatling is dood. Jammer. Ach. Dit is een anticlimax, hè? Ja. Oh. Dat was hem. Ja. Nou ja. Ik denk dat we het daar even bij moeten laten, Bruce. Ja, sowieso. Het is Het is inderdaad wel goed geweest. Goed, dit is
Warhammer Vermintide 2. 8 maart komt die uit. Broes, heb jij nog heel toevallig een idee hoe duur die is? €25 momenteel. €25 momenteel. Is de, maar dat is tijdelijke prijs? Ik ga nu 10% af. Ja. 10% korting. En je krijgt er ook de eerste DLC bij als je hem pre-ordert. Oh ja, ja. Dat is wel, dat is wel zo netjes in ieder geval. Nee, helemaal goed. Ik zou zeggen, jongens, bedankt thuis voor het kijken. Broes, jij bedankt voor het meespelen. Yes, no problem. We zien jullie graag de volgende keer weer. Tot later.